gezaagd, zo arme Koos. Op avontuur in de strijd om de natuur. Ineens was daar zijn nieuwe vriend en dat was Moos. Nu zijn ze met z'n twee, die Koos en Moos. Dus kijk gezellig mee met Koos en Moos. Welkom bij Koos en Moos. Het lijkt erop dat Moos vandaag gaat schilderen. Hé, wat is dat? Dit, dat zijn kwasten. En dat dan? Dit is een palet. Waar is je tutu dan? Nee, Koos, niet ballet. Palet. Hier kun je de verf op mengen. Dan krijg je precies de kleur die je wil. Donkergroen, lichtgroen. En je gaat onze boomtak schilderen. Jazeker. Ik was een tijdje geleden al begonnen, maar toen was de groene verf op. En toen ben ik iets anders gaan doen. En ja, daarna ben ik het eigenlijk gewoon vergeten. Oh. Maar nu... Wauw. Dat is echt een prachtig schilderij, Moos. Dankjewel, Gaia. Maar heb je ook bruine verf dan? Bruine verf? Nee, joh. Ik ga nu de blaadjes afmaken. En blaadjes, die zijn natuurlijk... groen. Hè? Mm-hmm. Die blaadjes hebben helemaal een andere kleur gekregen. Nee. Dan moet ik helemaal opnieuw beginnen. Tja, het is herfst, Moos. Ja, wat maakt dat nou weer uit? Ik snap sowieso niet waarom blaadjes van kleur moeten veranderen. Wil je het echt weten? Nee. Of nou ja, eigenlijk wel. Kun je goed balanceren? Ja, tuurlijk. Dat dacht ik al, met al die paletervaring van jou. Haha, beer op sokken. Hé, ik ben geen beer. Ga eens op één been staan. Wat heeft dit met bladerenkleur te maken? Nou, jij bent een boom, je armen zijn takken... en die schoteltjes met appel zijn de blaadjes. Oké, jij bent een koala uit Australië die hele rare dingen zegt. Waarom moet ik nou op één been staan? Ja, dat vond ik gewoon leuk. Kun jij met je mond die stukjes appel van de schoteltjes eten? Vast wel. Ja? Ja, gelukt! In de blaadjes van een boom zitten bladgroenkorrels... en die maken voeding voor de boom. Van die voeding kan de boom groeien of fruit maken. Net zoals die stukjes appel voor jouw voeding zijn. Gaat het? Mm-hmm. Door die bladgroenkorrels worden de blaadjes groen. Mijn armen worden nu wel een beetje moe, Koos. Heel goed. Goed. Ja, want als de zon minder gaat schijnen, dan weet de boom dat het herfst is geworden. En om zijn energie te sparen, trekt hij dan de bladgroenkorrels terug in zijn takken. En dan worden de blaadjes bruin en rood. Ja, ik ben klaar. Hey, weet je wat er gebeurt als de boom alle voeding van zijn blaadjes heeft opgebruikt? Nee, wat dan? Dan laat hij zijn blaadjes vallen. Oh, Koos, nu is alles op de grond gevallen. Snap je nou waarom die blaadjes verkleuren? Ja, natuurlijk, joh. Dat... Eigenlijk niet. Weet je wie daar alles over weet? Nou? Evert-Jan, de boswachter. Hey, natuurlijk. Ik ga er gelijk heen. Oké. Doei. Doei. Evert-Jan. Hey, Moos. Ik heb weer een vraag. Wat leuk. Hoe kan het nou dat blaadjes van kleur veranderen? Jeetje, Moos, wat een leuke vraag zeg. Ik hou zelf enorm van de herfst. Want dan gaan inderdaad die blaadjes verkleuren. Hier, hè. Je weet hè, dat de blaadjes in de zomer en in het voorjaar zijn ze altijd helemaal mooi frisgroen. En dat komt door de bladgroenkorrels die erin zitten. Die vangen het zonlicht op, zetten ze om in energie en voedsel voor de boom. Maar nu is het herfst. En dan zie je ineens dat hij geel wordt, hij wordt bruin. Ja. En wat gebeurt er nu? Ja, in de herfst heb je minder zonlicht. Dus die voedselfabriekjes die gaan heel langzaam sluiten. En dan gaat dat groene gedeelte, de bladgroenkorreltjes... die gaan terug naar de takken, terug naar de stam en terug naar de wortels. En uiteindelijk blijft er dan een hulpstofje over. Dat is caroteen. Caro wat?
Oh ja, caroteen. Dat is hetzelfde stofje als in de wortels zit. Oranje. Oranje, precies. Ah. Dat is dus ook waarom die bladeren van geel tot rood kunnen verkleuren. De herfstkleuren. En als uiteindelijk ook die niet meer nodig zijn, want de fabriek die gaat vlak voor de winter gaat die helemaal dicht, dan zie je dus dit gebeuren, dat al die bladeren klaar zijn en dan vallen ze naar beneden. En dan is het... winter? Dan gaat hij slapen. Ah, ik weet niet precies hoe het werkt. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ga het meteen aan Koos vertellen. Ja, dank. Waait uit het westen, de bladeren die dansen voorbij. Ze zijn de zomers laatste resten, natuur laat ze eindelijk vrij. De zon die doet haar best om te stralen, de regen zit steeds in de weg. De herfst komt haar maanden halen, kaler en kaler dan. Want het is iets dat ieder jaar gebeurt. Het groen komt heus weer terug. De lente is hier weer vlug. Maar lach niet getreurd, want het is iets dat ieder jaar gebeurt. Het groen komt heus weer terug. De lente is hier weer vlug. Ik weet waar een blaadje zijn voedsel van maakt. Maar dat heb ik je daar straks toch al verteld. Ja, maar nee. Evert-Jan de boswachter, die is echt goed, hè. Die weet er alles van. En ik nu ook. Alles, Moos? Dat is wel heel veel, hoor. Vertel eens, worden blaadjes bruin en rood in de herfst? Nou, eigenlijk zijn blaadjes al bruin en rood. Maar door de bladgroenkorrels lijken ze groen. En in de herfst dan gaan die weg. En dan zie je de echte kleur. Is dat zo, Gaia? Moos heeft helemaal gelijk. Zeg, wisten jullie dat er ook een boom is met een rood-witte tak? Rood-wit? Ja, een slagboom! Wat ga je doen? Even naar de schuur. Kijken of er nog bruine verf is. Dan kan ik eindelijk het schilderij afmaken. Oh, oké. Ja. Oh, ja. Wat heb jij nou? Ja, dat is voor als je weer flauwe balletgrappen gaat maken. Ik heb mijn verf, ik heb mijn kwasten en ik heb mijn meesterwerk. Nee, nu zijn al die blaadjes eraf gevallen. Ach, Moos. Als je wacht tot de lente, dan zijn de blaadjes weer groen. Weet je wat? Ik zal van jou eens een bruine beer maken. Nee, Moos, ik ben geen beer. Ik ben geen beer. Niks aan de hand, hoor. Ik ben nog helemaal heel. Wat is er? Zeg, is die verf watervast? Jazeker, dat is olieverf, hè? Dat krijg je er niet zomaar vanaf. Hoezo? Nee, niks hoor. Welterusten, Moos. Ik ga slapen. Welterusten, Koos. Welterusten, Moos. Was je nog wel even je gezicht voordat je naar bed gaat? Hè? Nee, hè? Koos, Koos!